Het boek dat ik heb gekozen is Lolita van Nabokov. Dat is een boek dat ik nog geen jaar ken. Het werd me aangeraden door mijn redacteur. Die zei, het is een meesterwerk. Dan ben ik altijd wat sceptisch, maar dit keer had hij gelijk. Het is echt een meesterwerk. Te beginnen met de structuur. Er zit vanaf het begin, het boek is opgebouwd als een schuldbekentenis. Een soort constante spanning in, die het hele boek heel erg goed beklijft en het vaart geeft. Ook als er wordt uitgeweid. De stijl is adembenemend mooi. Er zit een lyriek in die heel goed aansluit bij het karakter van de hoofdpersoon. En de zinnen zijn, die hebben allemaal een prachtige cadans. En wat dit boek ook zo mooi maakt, is dat je zit enerzijds in het hoofd van de hoofdpersoon, van 400 bladzijden achter elkaar. En dat is een rare man, een beetje een gek. Maar tegelijkertijd zijn de machtsverhoudingen heel vreemd. Want Lolita, het titelpersonage, is eigenlijk ook niet helemaal in orde. En die maakt weer heel erg misbruik van hoe zij, van de pedofiel die haar meeneemt, die haar verschalkt. Dus het is helemaal niet zo dat je één rare volwassene hebt en een onschuldig kind. Het is veel ingenieuzer dan dat. En dat vind ik ook zo indrukwekkend aan dit boek. And that's why I love this book.